Goedendag allemaal, welkom op ons kanaal. Bilo en Brian. Nou, meestal zijn jullie altijd van ons gewend dat wij video's, iedere week een video uploaden. En deze week vond ik een beetje ongepast om een ander soort video erop te zetten. Waarschijnlijk zullen jullie het nieuws mee hebben gekregen dat Zakaria, oftewel Zexu, overleden is. We komen letterlijk net van de moskee, waarin we voor Zakaria hebben gebeden. Ja. Die moskee was echt druk bezocht. Mensen waren zelfs bijten aan het bidden. En dat zegt wat over Zakaria. Hoe geliefd hij eigenlijk was. In een relatief korte tijd kent bijna heel Nederland hem. Ik ken hem natuurlijk als een zeer grappige, geliefde man. In ieder geval, hij stond altijd klaar voor ons. En zeker toen we benaderd hadden om een video samen te maken. Stond hij eigenlijk helemaal in twijfel en had hij het direct gedaan. Dus ik wilde eigenlijk... Dit moment wil ik eigenlijk gebruik van maken om jullie even wat beelden te laten zien van Zakaria. Hoe tof hij was, hoe gezellig hij was. En ik hoop dat wij, of dat jullie, ik hoop dat jullie smeekbeden voor hem willen gaan doen. Het is toch wel apart. Het zet me toch wel ergens een beetje aan het denken van de keuzes die ik maak. En dat het gewoon letterlijk zomaar ineens afgelopen kan zijn. We hebben natuurlijk in 2 jaar tijd is er natuurlijk wel het een en ander gebeurd. Maar het is weer even een moment van wake-up call. Van, ja, dat er een moment komt dat het een keer gewoon ophoudt. Het houdt een keer gewoon op. Ja, en de vraag is dat nu? Is dat morgen? Is dat over 10 jaar? Is dat over 100 jaar? Dat weten we natuurlijk niet. Maar dit zijn wel momenten om even stil te staan. En om te kijken van... Hey, streef ik ernaar om mijn perfectie uit te halen? Streef ik ernaar om iets goeds te doen voor een ander, voor mezelf, voor mijn gezin? En dat je in ieder geval de weegschaal in balans houdt. In ieder geval, wij hopen dat jullie van de video gaan genieten, toch? Ja. Is hij een goede vriend van je? Ja. Hoe heet hij? Hij heet? Ja? Zexu. Ja, Zakaria. Vond je hem lief? Was die aardig? Ja. Mis je hem? Ja. Nee. Mensen, wij hopen dat jullie in ieder geval gaan genieten. En tot ziens. Alleen maar liefde. Hier, kijk eens. Ojo. Wow. Pak hem. Hoe gaat rijden? Hé, hey, kom terug. Hé, wat doet hij? Hé, wat doet hij nou? Hé, Bilo. Hé, pak hem. Doe er eens. Ga stoeteren. Hé, wat doet hij nou? Hé. Kom terug! Hé! Hey, waar gaat hij heen? Oh. Ah. Hé, hey, wat doet hij? Kijk! We hebben hem! Wow, zo! Hé, hey, zo! Hé, hey, wat is dat? Hé, hey, kijk eens! Maar ik zie hem niet! Hé, hey, kom op! Oh, daar is hij! Wow! Hé! Oh! Wow! Hé, hey, wat is dit, man? Hé! Hey, reis door, man! Hé, hey, wat doet hij nou? Wat is hij? Hier is hij. Hier. Hier is hij. Hey. Het is hem helemaal niet, man. Hey, dat is helemaal geen Zexu. Hey, waar is hij nou? Oh, wacht. Kijk. Daar is hij. Hier is hij, vriend. Ik zocht jullie, man. Ja, hoe doe ik zocht jullie? Weet je, hij heeft de achtervolgen, vriend. Serieus? Ja, man. Wie is dat? Zeg eens. Dit is Mootje. Dit is Mootje. Wie is dat dan? Hoe heet hij? Zani. Zani. Heet je Zani? Nee, ik heb geen toe Zani. Hoe heet hij? Zex. Jackson. Jackson. Zex. Oh, hij wil zoen. Bilo wil zoen. Wil je zoen? Je wil, kom maar. Precies. Eerlijk, broer. Ja. Dat is altijd. Ik zie mezelf niet als iemand met iets hebben. Ik vraag nu wat voor ziekte ik heb. Ja. Ik zie dat niet als een ziekte, broer. Ik zie dat echt als een gek, man. Ik heb allemaal wat ik gekregen. Ik ben er blij mee, man. Door dit, wat ik allemaal heb gekregen, maak ik leuke dingen mee. Dan. Dat ik weet niet of ik dat als jou wat ik dat mee zou maken. Het is wel misschien de hardste tijd voor mij. Qua die tijd. Ja? Ja, man. Ik heb een moeilijke tijd gehad, maar ik was jong, snap je?
beste industrie wat je meemaakt. Maar nu, met de volwassenen naartoe. En ik denk dat die komen erbij kijken. Maar wat komt er een beetje bij kijken? Wat... Meer problemen, man. Maar waar merk je dat? Achteruit en zo. Qua lopen. Ja? Ja, man. Hartproblemen. Dat je hebt hartproblemen stond is? Ja, maar niet goed. Hé, waar hoop jij over 5 jaar te zijn? Wat hoop je? Oh, 5 jaar. Ja. Nog gezond ben, man. Dat is gewoon prio nummer 1. Ja, dat is niet zo. Dat kan je niet. Zou wel genoeg zijn. Ja, man. En nog steeds af en toe komt in één keer... Ja, man. Af en toe gewoon op YouTube weer. Af en toe. Het is misschien gek, als ik mijn telefoon ga ik naar WhatsApp, daar kan ik spraak nemen. Ja man. Ja, maar het wordt er gelijk weer warm van. Ja man. En we bidden voor hem. Laten we nog bidden voor hem. Vergeet hem niet. Probeer positieve dingen te doen in het leven. En breng meer met je mee. Ja. Wordt er een beetje moe. Ja man. Dat wij al die kinderen het ballen gaan geven en zo. Wil ik jou natuurlijk ook super blij maken, man. Hè? Ik wil jou natuurlijk ook super blij maken. Ja, toch? Of niet? Helemaal blij van maken, man. Echt? Dat je hier bent gekomen, toch? Dankjewel, man. Sowieso, my love. Maar we hebben speciaal voor jou ook een bal. Ja? Ja, man. Ah, dankjewel, broer. Of niet? Dankjewel, broer. Elk kind een bal, zeggen ze toch? Sorry, man. Hij doet echt een expres een kleine bal. Alleen maar liefde, man. Ken je hem of niet? Ja. Wie is dit dan? Zek. Ja, vriend. Zek, ga je hem blij maken of niet? Sowieso gaan we jou blij maken. Hoe heet je? Ja, toch. Vergeet niet te abonneren zodra je thuis bent, broer. Brahim vlog. Alles goed, jongens? Ja, met jou? Ja, lekker, man. Kijk eens. Wel ermee gaan voetballen. Alles goed. Beloof je dat? Ja. Kijk dan, Bob. Kijk. Kijk, hij moest... Hé, alsjeblieft, jongen. We zijn echt echte... We zijn echte fans. Alles goed, jongens? Ja. Hé, maar moeten wij hem blij maken of niet, Zek? Ik weet... Kijk, hé. Jullie zijn broers, toch? Ja. Ja, toch. Dan gaan we eentje aan jullie geven. Zodra jullie... Dan kunnen jullie met z'n tweeën spelen. Sowieso. Zodra ik je deze bal geef, broer. Wil ik dat jullie ermee gaan voetballen? Is goed. Beloof je dat? Ja. Elke kind een bal. Of je klein bent of groot bent of je valide bent. Iedereen is gelijk. Ja. Oké, broer? Ja. Dag, kom. Dankjewel, kijk. Succes, hè, jongens. Als je dit. Later. Ja, broer. Waar is die nou? Broer, waar is die? Ik heb geen idee, man. We zijn Bilo kwijt, broer. Hoe gaan we bereiken? Ik weet het niet. Hij is er. Ik ga dit zo opgooien. Ja. Grapje. Ja. Hé, hey, pak hem. Pak hem. Kom hier. Kom hier, gekkie. Tjonge, jonge. Hé, wat is dat? Hé? Wat is dat nou? Hey, ik weet wel wie die wel past. Ga je die voor mij kopen? Dat is mijn. Hè? Voor wie ga je die kopen? Voor mij toch? Dat is mijn. Nee, dat is jouw maat. Kijk, hoe klein die is. Die is voor mij, jong. Kijk, die past mij. Maar moeten we haar niet blij maken? Moeten ze daarvoor betalen? Of, Ik wil haar heel... graag meemaken, maar zij wil geen bal. Wie wil geen bal? Toch wel. Ja. Geloof je er? Geloof je me dat je ermee gaat voetballen? Keten, maar niet thuis, hè. Heb je hem ook getekend? Ja, tuurlijk. Kijk, handtekening. Wat, heb je ook een handtekening erop gezet? Ja, toch. Kijk eens hier. Mag ik nog een high five? Zo, hoppa. Super. Succes, hè. Doei. Maar er gebeurt iets. Je let helemaal niet op, broer. Wat? Je let totaal niet op, ouwe. Wat gebeurt er dan? Moet je kijken, man. Wat is dit? Man. Kijk. Oh.
geen bed. Wat doen dan, broer? Ga een lekkere ijsje voor mijn grote beste vriend Bila kopen. Echt? Ja, hey. Echt wat gaat hij doen? Hey. Gewoon ijs. Chocoladeijs? Hij krijgt niet, hè? Wie? Ik niet? Nee, jij krijgt niet. Waar werk je? Kantoor, Osani. Dus ik ben een echte zakenman. Ja. Goed, dan wil ik ook wat zaken doen dan. Je bent echt. Je bent een zakenman, bent, man. Ja, je hebt een goede blouse aan. Je bent ready voor elke meeting. Fijn op asset. Fijn op asset, oh ja. Gewoon daar op kantoor. Ben je in het kantoor? Nee. Nee, gewoon in het stadion. Ja, dat is een stadion en voor wie ben jij? Ajax. Nee, man. Ja. Wat is dit Ajax, joh? Ja. Ik dacht, je was van Feyenoord. Jij bent van Feyenoord, jij maakt grapje, hè? Jij bent van Feyenoord, hè? Nee. Hij liegt, hè? Dat ben je van Ajax, want jij bent het beste. Hakkoi Juri. Ja, op de Hakkoi. Ja. Muziek. Ja. Dat ik hier die jongen mee wil geven, je moet je bed op school. Let op naar je ouders. Slaap op tijd. Nuttige dingen met je tijd. Probeer het weg te pakken op te blijven. Nou. We zitten allemaal op de scootmobiel, vriend. Ja. Hey. Maar we gaan afsluiten. Wij zijn echte. Echte mannen. En wij geven iedereen alleen maar. Liefde. En wij zeggen altijd. Positiviteit. Positiviteit. Mensen alleen maar liefde. Positiviteit. Super bedankt. Liefde. Ik ga je binnenkort weer opzoeken, broer. Ja, super bedankt voor je gastvrijheid. Dank dat jullie er waren. Alleen maar liefde. Ik wil sowieso Bilal, mijn grote vriend, bedanken dat hij er was. En hij is lekker ijsje aan te likken. الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون.